Biostimulanten zijn groene en duurzame middelen die ervoor kunnen gaan zorgen dat dus een gewas beter gaat groeien. Biostimulanten werken op heel veel manieren. Sommige die focussen juist op wortels en die zorgen ervoor dat je dus een betere wortelgroei krijgt. Sommige die zorgen er juist voor dat je wat meer voeding vrij kan maken in de bodem. En wat ook weer gunstig is voor zo'n gewas. Andere biostimulanten hebben weer een soort van bouwstenen die dus ervoor kunnen zorgen dat je het gewas energie bespaart. Biostimulanten toepassen is maatwerk. Voor ieder soort gewas en tijd heb je eigenlijk een ander soort biostimulanten nodig. Zeker in de tijd als nu, gewoon de wintertijd, heb je ook weer ander soort biostimulanten nodig. Gewassen die krijgen wat minder licht en vooral wat minder zonlicht in dit geval. En daarvoor moet je ervoor zorgen dat dus de weerstand van het gewas op peil blijft. En dan kan je een setje mee geven door dus toevoegingen van een aantal biostimulanten. Biostimulanten die kun je op heel veel tijden inzetten. Met bijvoorbeeld schimmels en bacteriën is het heel belangrijk dat je dat vroeg in de teel doet. Ja, dan zorg je ervoor dat er dus goede en positieve schimmels en bacteriën vroeg in de teelt kunnen gaan koloniseren. En dat die met het gewas mee kunnen gaan groeien. Ander soort biostimulant, zoals zeewieren, zet je in op een stressmoment. Een voorbeeld hiervan is de omschakeling van lange naar de korte dag. En een ander voorbeeld kan zijn als dus een gewas heel zwaar belast is. Dus als een komkommergewas bijvoorbeeld heel veel komkommers draagt, kan dat ervoor zorgen dat je eventjes een boost geeft met een zeewier of een ander soort biostimulant. Biostimulanten zorgen ervoor dat je dus een gewasweerstand hoger maakt. En daarmee zorg je er ook voor dat die ook een hogere weerstand heeft tegen dus die ziektes en plagen. Daardoor heb je ook weer een kans dat je daardoor minder chemische middelen en gewasbeschermingen hoeft in te gaan zetten. En dat kan weer zorgen voor een duurzamere teelt.